hele goedkope kaartjes. Dus nu gaan we 2 uur lang auto rijden heen en 2 uur lang auto rijden terug. Goed idee. Waar gaan we allemaal heen? De Lodi's wil ik sowieso heen, maar dat is gewoon 5:30. Oké. Dwergapen hoeft niet zo. Ik hou wel van Apeldoorn. Ik wil eigenlijk overal wel heen eigenlijk. Oké, we gaan gewoon proberen om naar zoveel mogelijk toe te gaan. Ja. Vogeldemonstratie, daar wil ik sowieso heen. Ja, dat is om 3 uur pas. En om 1:30. Oké, dan zet ik die van 1:30. Maar dan zijn we als die om 1:30 is, hoe lang zou dat duren? Want we moeten ook om 2 uur naar de kiwi. Anders moet ik wel even vragen. Maar we kunnen ook gewoon om 3 uur daarheen. Dat is hetzelfde. Ja, maar dat is alweer zo laat en dan moeten we zoveel tijd volmaken. Fuzzy fuzzy chicken! Fuzzy fuzzy chicken! Hallo! Fuzzy! Fuzzy fuzzy! Zoals Japan en Rusland. En dan leven zij aan de kusten. Nou, daar die kusten gaan ze heel erg graag op zoek naar een lekker visje. Die vinden ze eigenlijk heel lekker om op te eten. Nou, dan moet je denken aan een vis van een paar kilo. Die kun je zo makkelijk tillen. Ja, vergis je niet, die klauwen zijn zelfs zo sterk dat zij makkelijk jonge zeemeeuwen daarmee uit het water kunnen halen. Dus je kunt wel ongeveer een beetje bedenken hoeveel kracht er dan in die klauwen zit. Nou, Kiara is hier in het park geboren. Haar ouders zijn een eindje verderop die kant op in een mooie grote foyère. Nou, ze hebben dan ook alweer een broertje of zusje van Kiara. Ga dan niet op zoek naar een hele kleine vogel. Je mag dan echt wel op zoek gaan naar een hele grote vogel. Want die groeien namelijk ontzettend hard. Dus dat is wel even slim. Nou, we hebben natuurlijk een hele mooie vleeseterham. Je hebt natuurlijk allerlei soorten vogels natuurlijk. Nou, je hebt natuurlijk ook allemaal leuke fruiteters. Nou, fruiteters zijn er in allerlei soorten aan. Je hebt wat grotere, maar je hebt natuurlijk ook wat kleinere fruiteters. Nou, dit is Tico. En Tico is een witwangtoeraco. Nou, die is natuurlijk niet te danken aan die mooie witte wangen die hij heeft. Nou, die witwangtoeraco die komt voor in Afrika en zij hebben wel hele speciale teken. Het is namelijk zo, ze hebben een snek, niet zo heel bijzonder. Waarvan er 3 naar voren toe staan en 1 naar achter, ook dat is niet heel bijzonder. Maar wat wel bijzonder is, is dat zij 1 van die tenen die naar voren toe wijst, dat zij die ook naar achter kunnen draaien, waardoor zij ontzettend snel door alle takjes kunnen bewegen. Nou, ook voor de uiteindes van de takjes, daar hangen vaak de lekkerste pestjes aan. En op die manier, met die eigenschap, kunnen zij dus heel erg makkelijk bij die uiteindes kunnen zij komen. Kom zien. Nou, en Tico, die komt dus inderdaad voor in Afrika. Nou, en daar valt hij niet zo heel erg op in de omgeving waarin hij leeft. Jullie zien natuurlijk wel, hij is helemaal mooi groen van kleur. Maar ja, als hij nou gaat vliegen, hebben jullie misschien nog wel een klein beetje gezien al, dan heeft hij ook nog een hele andere kleur. Kom eens bij, laat zien. Wat kleur was het? Rood, ja, hartstikke goed, inderdaad. Ja, die rode kleur, die is dus, ja, zoals ze dat noemen, is dat een eigen kleur. Nou, klinkt een beetje raar, want de meeste vogels hebben toch een eigen kleur. Nou, dat is natuurlijk niet waar, misschien weet je het ook wel. Flamingo's bijvoorbeeld, die krijgen hun kleur door het voedsel wat ze eten. Nou, bij Tico is dat niet zo. Hij heeft gewoon zijn eigen kleur, is gewoon rood. Nou, en als je zo'n veer zou pakken van die rode kleur, dan zou die in het water gaan horen. Die zit namelijk aan de overkant. En eigenlijk wil ik jullie niks anders dan heel veel plezier wensen met onze ara's en onze zonpakieten. Zonpakieten! Thank you.
Precies in hun zon, dankzij jou zitten ze in de schaduw. Goed zo. Oh, hallo. The strategy fucking made a joke. It was just a joke, bro. Don't be mad. Okay, there's an animal on me. Why are this? Yes. Nu wil ik ook. How do we call this? Let's call him Frank. Kom bij mij. Frank. Kom bij mij. He wants it. Je krijgt het niet. No, Frank. No, you need to sit on her shoulder. Kom hier. Go, Frank. Yes, Frank, no. Nee. Okay, Frank don't like you. Frank likes me. He's just me. It's just me and Frank against the world. You know, we just...